Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland. Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals een langer en gezonder leven en duurzaamheid. Zo werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht op het park samen met Danone Nutritia Research, TNO, en het RIVM in de Utrecht Exposome Hub. Ze onderzoeken hoe omgevingsfactoren in interactie met elkaar onze gezondheid beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan fijnstof, maar ook aan voeding of beweging. Het is interessant om te weten dat als we kijken naar chronische ziektes, dat ongeveer 30% puur door genetica wordt bepaald. Voor 70% spelen externe factoren, omgevingsfactoren, een belangrijke rol. En als we die beter begrijpen, dan kunnen we ook ingrijpen. En op dit moment weten we eigenlijk maar heel weinig van die factoren. Ik ben Roel van Meulen. Ik ben hoogleraar milieuepidemiologie en exposoomanalyse aan de Universiteit Utrecht en het UMCU ook in Utrecht. Nou, wat wij in kaart brengen in de hub zijn de externe factoren die van belang kunnen zijn voor de gezondheid van mensen. En dat doen we door gebruik te maken van innovatieve middelen, zoals het gebruik van sensoren of het gebruik van apps op mobiele telefoons om dat soort informatie van mensen te verzamelen. En dat koppelen we dan weer aan de gezondheidsdata die wij hebben. De hub verbindt de verschillende onderzoekers en disciplines die nodig zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van technologieën en het analyseren van data. Binnen de Exposome Hub speelt het innovatieprogramma van ons een belangrijke rol, waarin we kijken naar sensortechnologie en het toepassen van sensoren en het valideren van sensoren voor luchtkwaliteit, geluid, maar ook andere factoren. En dat doen we onder andere ook samen met de Universiteit Utrecht. Ik ben Erik Tielemans, afdelingshoofd onderzoek, innovatie, milieukwaliteit bij het RIVM. Een van de eerste projecten die we hebben uitgevoerd is Living Lab Air, waarin we hebben gekeken naar sensortechnologie voor de leefomgeving, met name luchtkwaliteit. Als je op het Utrecht Science Park kijkt, dan zie je op diverse locaties paddenstoelvormige sensoren hangen. Daar meten we de luchtkwaliteit mee. En op termijn hopen we dat we hiermee ook de gezondheidseffecten van luchtkwaliteit beter in kaart kunnen brengen. Als artsonderzoeker binnen de hub richt ik me op de interactie tussen de afweer en het microbioom van de darm en de luchtwegen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de interactie tussen bacteriën en het afweersysteem. En daarmee denk ik dat je door twee verschillende werelden bij elkaar te brengen kunt bijdragen aan nieuwe inzichten. Ik ben Ellen Lieves, ik ben internist, klinisch immunoloog en ik werk in het UMC Utrecht. En ik behandel patiënten met afweerstoornissen. Binnen de hub hebben we een faciliteit om de samenstelling van het microbioom te bestuderen. Het microbioom is belangrijk omdat het de directe interactie met de omgeving in de mens weergeeft. En om dit goed te kunnen doen werken we samen met die verschillende disciplines. Dus van de microbiologie, maar ook van biostatistiek en van bioinformatica en van de verschillende diverse medische disciplines. En we hopen door verbeterde inzichten in deze interacties bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten in de toekomst. Het combineren van omgevingsdata met het microbioom is uniek en biedt nu al nieuwe inzichten. Hiermee zijn de partners op het Utrecht Science Park voorloper in het internationale exposoomonderzoek.